Slechte knieën, slechte heupen, zwakke spieren en bovendien ondervoet. Zo luidde de diagnose over de Pyreneese berghond Cindy. Ze zat al maanden in een dierasiel toen Jeannette en Leon Pronk uit Axel haar ontdekten. Zij haalden de zieke hond uit medelijden in huis en laten haar behandelen. En vanochtend werd Cindy naar een kliniek bij Antwerpen gebracht. Daar kreeg ze fysiotherapie in het water. Speer op de paden, lekker in het water, ga maar los naar huis. Ik kom een druppel later. Speer op de paden, lekker in het water, ga maar los naar huis. Ik kom een druppel later. Leon en Jeannette Pronk zijn behoorlijk begaan met het lot van de zieke Cindy. Zo namen ze haar in huis en richtten een fonds op. Een fonds met geld voor de behandelingen voor Cindy, want die zijn niet goedkoop. Mocht je dit allemaal een beetje... Als je er goed over nadenkt en je doet een beetje een schatting, dan zou je tussen 3.000 en 4.000 euro kwijt zijn alleen aan Cindy. Ja. Leon en Jeannette Pronk zijn zelf fokkers van Pyreneese berghonden. Toen zij Cindy zagen, voelden zij zich direct verantwoordelijk voor haar. En kosten nog moeite worden gespaard. Voor ons is het geen moeite. Wij zijn gewoon helemaal weg van dit ras. En ja, zo'n hond die 8 maanden in het asiel zit, zichzelf uithongert omdat ze het niet meer ziet zitten. Daar moet je gewoon voor gaan als liefhebber van dit ras, vind ik. En dan moet je gewoon je eigen trots opzij zetten. De familie Pronk kan de hond niet houden. Ze hebben al te veel honden. Ze hopen dat Cindy, als ze eenmaal is opgeknapt, een ander baasje vindt. Ja, mijn hart zou er goed voor zijn om het te houden. Maar we hebben natuurlijk zelf veel meer honden. En als zij een huis kan krijgen waar ze bij wijze van spreken alleen is of met nog één andere hond. En ze doen veel meer met haar als wat ik er kan geven, dan vind ik dat ze moet gaan. Hoe moeilijk dat straks ook zal zijn om een afscheid van haar te nemen. Voorlopig blijft Cindy in Axel, want de behandelingen duren nog een paar maanden. Voor daarna zoekt ze dus een baasje. Liefst een rijke met zwembad. En dat was het nieuws van vandaag. Zometeen na het weerbericht van Jos Broeke ziet u het nazomerfestival. Dames en heren, ik wens u alvast een fijne avond.